Hoi, goedemorgen. Oh, ik voel me zo vies, jongens. Vanochtend vroeg opgestaan, een auto naar mijn moeder gebracht. Toen heb ik een beetje geholpen met huis schoonmaken en zo. Ik ben druk bezig geweest, een beetje een workout en zo. Oh. En ik had dus niet gedoucht vanochtend. Ik dacht, ik ga even naar mijn moeder, ga ik dat even doen, kom ik terug, ga ik douchen. Maar het is zo warm en ik heb zo schoongemaakt en zo. Ik voel me echt zo vies. Het is nu 11 uur. Ik heb al van alles gedaan, maar ik ga nu pas de dag beginnen. Zo, ik ben schoon. Heerlijk. Ik heb weer mijn krullen. Ga ik weer doen. Want dat doe ik niet zo vaak, mijn krullen. Even voor de mensen die het misschien niet snappen. Ik heb zelf krullen. Maar doordat ik het altijd gewoon borstel en vast doe, draag ik mijn krullen niet, zeg maar. Maar als ik dus een bepaalde techniek doe, na het douchen. Oeh, hij zakt af. Dan komen mijn krullen gewoon. Dus niet dat ik met een krultang aan de slag ben of zo. Het zijn gewoon mijn eigen krullen. Maar goed. Zak nou niet zo af. Ik ging met Linda. Ik doe hier of hier. Doe ik haar linkje. Linda heeft twee eigen kanalen op YouTube. En die heeft mij dus gisteren ontdekt. Ik vind het zo leuk, want ze zit dus al de hele ochtend mijn vlogjes. Gisteren heeft ze al heel veel vlogjes. Ze is gewoon vanaf dag 1 begonnen om al mijn vlogs te bekijken. Omdat ze me gewoon leuk vindt. Superleuk! Ik zat net. Ze heeft net een vlag. Een vlag? Ze heeft net een vlag geüpload. Zo'n Nederlandse of een Amerikaanse. Ze heeft net een vlog geüpload waarin ze dus geïnspireerd is om ook dagelijks te gaan vloggen. En dan praat ze een beetje over mij en zo. Zo leuk! Ik vind het zo vreemd. Het is zo leuk. En dat ze dus gelijk iets had van, hey, onbekende vlogger. Waarbij ze normaal heeft van, waarom zou ik jou interessant vinden? Weet je wel, ik ken je nog helemaal niet. Maar mij vond ze dus wel interessant. En dan denk ik, ja, maar mijn leven is helemaal niet interessant. Tenminste, nog niet. Weet je wel, want ik ben echt aan het opkrabbelen van de laatste jaren, wat gewoon echt niet tof was. Ja, ik heb net mijn eigen, nou, een half jaar alweer bijna, mijn eigen huisje en ik zit nog steeds in de bijstand, maar ik heb wel een baan. Ik ben echt aan het opkrabbelen, zeg maar. En ik probeer hard te werken om mijn leven leuk te maken. En zo. Daar ben ik dus nu mee bezig. En dat dagelijkse vloggen, dat helpt er echt bij. Het is echt zo'n steun in de rug om leuke dingen te doen elke dag. Of in ieder geval, ja, gewoon bewust bezig te zijn met van alles. Dus ik vind het grappig dat ze me alsnog interessant vindt, terwijl ik helemaal niet zoveel interessante dingen doe of zo. Nog niet in ieder geval. Anyway, ik ga even make-uppen, want daar heb ik zin in. En het gaat goed met mijn huid. Ik ben best blij. Weet je nog? Dit was echt zo'n knoeperd, een paar weken geleden. En dat is dus echt omdat ik dan foundation draag. En dat ga ik gewoon niet doen. Ik doe het gewoon niet. Ik doe het gewoon niet. Ik hou van make-up. En ik hou van vooral lekkere, mooie oogmake-up en zo. Maar ik ga geen foundation meer dragen. Ik doe het gewoon niet. Ik moet even echt een to-do-lijstje bijhouden. Ik moet tandpasta hebben. Ik zat net mijn tanden te poetsen. Ik dacht, oh no. Tandpasta? Tandpasta. Tandpasta heb ik nodig. Want ik moet mijn tanden poetsen. Dus ik heb tandpasta nodig. Psycho. Oké, dan ga ik mijn haar los doen. Het grootste deel van het water is eruit, maar het is nog echt kleddernat dan. Dan wil ik even dat je ziet hoe het eruit ziet. En hoe het dan over een paar uur, als het opgedroogd is, hoe het er dan uitziet. Want dan zijn de krullen mooi. Maar nu zie ik er nog uit als een natte poedel. En zo heb ik ook het gevoel dat ik heel weinig haar heb. Weet je wel? Terwijl ik echt dik haar heb. Be free, little curly. Dry the way you are. Kijk toch, dan zie ik er echt uit als een natte poedel. Ik heb hier een kruin. Zo vreemd. Weet je wel, zo'n kruin wat je hier hebt, zo'n draaiding. Dat heb ik hier. En daardoor krijg ik altijd hier zo'n vreemde vorm. Beetje jammer. Nou, ga maar drogen. Kijken hoe het er straks uitziet. Zo, krullen zijn gedroogd. Ze waren net keihard van de gel, weet je wel. En wat je dan moet doen, is gewoon. Dan is het dus keihard. Dan ziet het er niet uit. Maar dan moet je het zo gewoon eruit knijpen, weet je wel. Zo. En dan gaat dat harder eruit. En dan blijven ze mooi in vorm. En dan heb je je krullen leuk. En ook een beetje vooroverleunen en dan een beetje los doen zo. Nooit met je vingers zo er doorheen, maar gewoon Ah, ik heb het in mijn oog. Oh Lord Jesus. Ga naar huis, serieus. Ik heb jou niet uitgenodigd. Dikke vlieg. Wat doet hij hier? Ik ga naar buiten. Ik heb honger en ik heb niks te eten. Nou ja, weet je, ik heb alleen maar pindakaas. En ik heb de laatste dagen, ik eet alleen maar pindakaas. Er is meer dan alleen maar pindakaas in deze wereld. Oh jongens, het is toch lekker weer? Het is echt heet. Het is echt heet. Ik ben zo'n persoon die hier zweet. Ik krijg altijd zo'n zweetsnor, weet je wel? Ja, rijdt u maar langs. Rijdt u maar langs. Dan kan ik weer verder praten. Ik heb lekkere ijsjes gekocht en daar had ik zo'n zin in om nu al te nemen. Maar ik wil hem eerst even met je delen. Moet je kijken. Ik weet niet of je deze ijsjes kent. Kijk. Kijk, dat is citroenijs. En dat stokje, dat is drop. Dat is gewoon drop. Je kan het hele ding gewoon eten. Kijk, citroen.
Oh, dat is zo lekker, jongens. Ik wil gaan schreeuwen. Oeh, mijn tanden. Oeh, koud, koud. Heerlijke citroensmaak. Heel, heel zuur ook wel, maar ook zoet. En de drop. Het is gewoon een drop ding. Kan je opeten. Lekker, joh. Dit is gewoon lekker. De zon. IJs. Een vlinder. Ik geniet ervan. Genieten jullie ook? Ik geniet ervan. Even serieus, dit is ridiculous. Dit is toch ridiculous? Ik volg Megan Tonjes. Misschien ken je haar. Amerikaanse singer-songwriter op YouTube. Ze is een plus-size woman. Ze was vroeger een stuk dikker. Ze is nu al wat afgevallen. Dus probeert gezonder te leven. Maar ze is heel erg bezig met body positivity. En je goed voelen in je lichaam. En gewoon jezelf accepteren zoals je bent. En fat shaming en body shaming. Ook te dun of te dik. Weet je wel, dat society en maatschappij heel erg vindt. Wat een lichaam is en wat het moet zijn. Maar goed, het gaat nu over Instagram. Zij had een foto op Instagram gepost. Af en toe posten foto's van haar lichaam. Niet naakt, maar hè? Ik laat het even zien. In deze vlog praten ze erover, over dit onderwerp. En dat was dus een Instagram foto. Nou, dat is de reet. De kont, toch? Nou, gewoon met een onderbroek. Simpel. Dat had ze gepost op Instagram. Toen werd het verwijderd. Kreeg ze een mail van Instagram van dat het niet mocht met de richtlijnen en zo. En dit zijn de richtlijnen. En dat er een melding was gemaakt. Iemand had geklikt dus zo van, hè, dit kan niet. Nou, was het dus niet mee eens. Deze het nog een keer. Had ze nog een keer een foto gepost. Misschien dezelfde, misschien een andere, weet ik niet. Nog een keer. En ook een keer Steve Zaragoza van SourceFed. Ik weet niet of je SourceFed kent. Het is ook een Amerikaanse YouTube-programma. Programma? Kanaal. Oeh! Mijn camera viel. En hij is ook wat dikker. En hij had, het zegt zo'n comedian, had hij een foto van zichzelf op de wc. Het is echt ridiculous. Niks naakt, weet je wel. Je ziet gewoon een beetje een dijbeen, weet je wel. That's it. Ook verwijderd. Niet wegens, past niet bij de richtlijnen van Instagram. Serieus? Kijk eens rond op Instagram. Hoeveel je van die vrouwen in bikini ziet. Van die half erotische foto's, weet je wel. Maar dat zijn dunne, slanke vrouwen. En dan mag het wel. Het is heel, heel vreemd. Het is gewoon iets vreemds aan de hand. Ik moet echt weer even mijn balkonnetjes schoonmaken. Ik had het schoongemaakt toen ik hier net kwam wonen. Toen was het echt heel vies, helemaal slijmerig groen, weet je wel. Had ik toen helemaal schoongemaakt. Maar ja, dan moet je wel een beetje bijhouden. Maar waarom? Waarom ik dat wil doen? Kijk, dit is dus mijn kleine balkonnetje. Ik heb dit balkonnetje aan de ene kant van mijn huiskamer. En bij de keuken, daarachter, heb ik best een groot balkon. Waar ik lekker kan zitten. Maar wat het is, 's ochtends is hier de zon. En dan wel echt heel vroeg ook. Beetje jammer, want de meeste zon zit aan die kant. En dat komt dan niet echt binnen. Maar goed, het lijkt me leuk om met een klein tuinzetje gewoon hier te ontbijten. Als het echt lekker weer is. Toch, dan wil je toch gewoon lekker in de zon zitten. Dus dan ga ik op het kleine balkonnetje. Maar ik vind het gewoon zo vies. Kijk, en mijn andere balkon is veel groter. Er zit nog niet zoveel, hè. Want ik heb nog niet zoveel meubels en dingetjes. Maar het is toch veel groter. Kijk, hier kan ik heerlijk, kan ik zelfs een zwembadje neerzetten of zo. Zo, die zon is echt heel lekker. Oh, ik ben zo blij met mijn huisje, jongens. Ik ben zo blij met mijn huis. Leuke vent is die Enzo, hè? Ik word blij van die gast. Is toch een leuke vent? En, zoals ik al zei, hij zit heel vaak in mijn hometown. Bij zijn vriendin. Oeh, zag je die pluis? Want die woont hier. Het is 8:30. Ik zit lekker op mijn balkon te chillen. Want het is hier warmer dan binnen. Heerlijk. Ik geniet echt van vandaag. Mocht je je trouwens afvragen van waarom heeft ze altijd dat rode ding aan? Heeft ze altijd hetzelfde aan? Nee, dit is gewoon een vest. Die ik gewoon aandoe als ik het koud heb. Dus daarom heb ik zo vaak dit rode ding aan. Het is gewoon een vest. Het is niet dat ik elke dag dezelfde kleding aan heb. Wanneer is dit gebeurd? Ken je dat je zo hard aan het werk bent, dat je gewoon bezig bent, dat je je omgeving vergeet? Ik zit dus vlog van vandaag te bewerken. Maar het is een beetje donker. Ik zit nog steeds buiten. Het is helemaal donker. Dus. Wat een gekkigheid. Wat een gekkigheid. Gekkigheid? Ik vind het zo gek. Ik vind het zo leuk en ik vind het zo gek. Het is toch. Het is gewoon gek. Ik ga slapen. Ik heb een heerlijke dag gehad. Het was echt heerlijk. Het weer was heerlijk. Het was gewoon een leuke dag. Morgen moet ik heel vroeg op. Mijn wekker gaat om 5:00. Ik moet om 7:00 werken. Ik heb er ontzettend zin in. En ik ga slapen. Slaap lekker. Of goedemorgen, of goedemiddag. Ik zie je morgen. Doei doei.